Wat zijn de reacties binnen die hiphopwereld? Noem eens iets. Wat vond bijvoorbeeld de zusje van Baas B ervan? Die spreek ik eigenlijk helemaal niet echt meer zoveel. Okay. Het is een beetje... nee, maar ja, iedereen vindt het natuurlijk heel erg vet. Die ik ken. En ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die zeggen, nou ja, het feit dat ze het hun heeft gewerkt wil heus niet zeggen dat het... dat soort reacties, maar dat is lekker. Dat geeft me energie. Okay. En is het voor jou, wordt die plaat, wordt deze nu alleen in Nederland uitgebracht? Of ga je, wordt die ook bijvoorbeeld Europa of Verenigde Staten? Nou, zijn nu dus voorlopig Rock Girls nu in Nederland uitgebracht. We zijn heel hard bezig met het buitenland, talenten, netwerken en deals sluiten. Dus hopelijk wordt het iets. Moet het nog maar kijken, houden de opties open. Ik wil niet zeggen dat het gaat doorbreken in Amerika, want iedereen wil dat. Ja. Maar het zou zomaar kunnen. Ik bedoel, je kent goede mensen en hopelijk wordt het iets. Maar gaan zij zich er nog voor inzetten? Om iets met die platen te doen? Of ja, is het nu meer, het goed, ligt er nu meer in jullie handen en moet nu het product het zelf doen? Of gaan ze ook op een gegeven moment nog actief? Nee, ja, het is natuurlijk voor ons, wij zijn gewoon druk bezig met hun natuurlijk. Want als je die contacten hebt liggen, ja, ga je ze laten liggen of ga je er iets mee doen. Ja. Maar wat er daadwerkelijk uitkomt, dat weet ik niet. Ik hou mezelf, ik zeg je eerlijk, ik hou me ook niet zo heel erg bezig met de zakelijke kant. Ik ben gewoon bezig met het zingen en het schrijven. Want als ik me moet gaan bezighouden met wat mijn management en wat mijn platenmaatschappij allemaal doet, dan word ik ook heel erg gek. Leuk ook. Zee, ik heb nog een, misschien is het al hier wat naar buiten gebracht, maar ik... het album, hoe gaat het heten? Ik weet niet. Je weet het nog niet? Ik weet het echt niet. Ik heb helemaal niet over nagedacht. Ik vind het trouwens ook super moeilijk. Ik weet echt niet... Wanneer komt die uit? Dit jaar. Oh, dus dat is echt nog wel een lange termijn project. We zijn nu aan het focussen op de single en dan komt gewoon nog een single uit en afhankelijk daarvan komt al het album. Kijken hoe het gaat. Maar zijn er al genoeg nummers af? Oké, dus gewoon puur kijken wat er gebeurt en aan de hand daarvan? Ja, het moet nog aan geklust worden, maar het is, het kan eruit. Ja. Dus het komt er snel aan, dit jaar in ieder geval. Oké. Ja, want je sprak eerder over je sound, zeg maar, wat je zou voor de jazzplaat kunnen maken, dit en dat. Hoe zou je nu zelf, zeg maar, die sound omschrijven? Want ja, alleen die single gehoord, bijvoorbeeld als je de hele plaat bekijkt. Als jij moet uitleggen aan mensen, ja, wat zeg je dan? Nou ja, het is een hele diverse plaat. Het ligt wel in één straatje natuurlijk. Maar het is niet allemaal hip-hop of allemaal R&B. Het is gemengd en het is chill. Lekkere zomerplaat. Nee, maar ik bedoel wel als je bijvoorbeeld jouw de stijl noemt, zeg maar. Ja, dan zou ik zeggen hip-hop, R&B, soul. Ja. Af en toe een beetje jazz. Yes. Dat. En de toekomst? Je wil, dit is voor jou, zeg maar, het begin van wat je echt heen wil, dat je van op een gegeven moment echt als zangeres verder wil. Dat is gewoon echt je droom. Ja. Optreden, meer dan nummers opnemen? Ik vind opnemen ook heel erg leuk. Maar ik vind, ik denk toch, optreden geeft je wel een soort van lekker gevoel. Dat is daar, wel het beste. Hoe dan weer vanwege het contact met het publiek? Ja, en de energie die je krijgt. En het is echt een soort euforisch gevoel. Gewoon als je daar staat te rocken. Als het goed gaat. Ik heb ook wel eens gehad dat ik zo snel mogelijk het podium af wilde. Maar meestal is dat niet het geval. Ik neem aan, jongen, dat nu steeds beter gaat, toch? Ja. En merk je nu ook dat mensen meer hoger je verwachtingen van je hebben? Moet je nu meer waarmaken? Nu dit nieuws wat er buiten is gekomen? Ja, maar dat heb ik voor mezelf al gedaan. Want ik weet hoe mijn nummers klinken. En ik zelf vind ze super vet. Nou, en als ik ze vet vind, dan ben ik hopelijk niet de enige. Als je van die muziek houdt, dan vind je het gewoon vet. Ja.